Welkom bij KIM, Kunst in Maastricht. We maken onrustige tijden mee, worden geen culturele hoofdstad van Europa in 2018 en over een niet al te lange tijd staat Koning Winter weer voor de deur. Maar niet huilen, Leeuwarden heeft de hoofdprijs gewonnen en wij staan weer met beide benen op de grond. En zeg nu zelf, is dat niet veel prettiger? Jeffrey Jaspers, ooit begonnen als muzikant en allround artiest, is ondernemer en heeft een Thais restaurant aan de Bosstraat. Jeffrey stoort zich mateloos aan een aantal dingen in Maastricht en zet zometeen zijn ergernissen op een rij. Een stukje verderop in de timmerfabriek heeft inmiddels Bureau Europa een aantal ruimtes betrokken. De nu lopende, bijzonder vormgegeven tentoonstelling Black Transparency stelt vragen over hoe we op dit moment omgaan met informatie en nodigt de onderzoeksstudio Metahaven uit om eens na te denken over zaken als WikiLeaks, klokkenluiders en onze privacy. Zeker nu we weten dat de nieuwe iPhone uw vingerafdruk direct doorspeelt naar de geheime dienst NSA. Bureau Europa houdt zich bezig met architectuur en vormgeving en de daaraan verbonden vraagstukken. Directeur Saskia van Stijn probeert samen met haar medewerkers vragen te stellen die van toepassing zijn op onze tijd. En omdat we toch een Bureau Europa waren, knoopten we een gesprek met haar aan. En dan hadden we tussen de bedrijven door ook een afspraak met de coördinator van de afdeling Autonoom van de Academie voor Beeldende Kunsten, Erik de Jong. Met hem analyseren we de campagne van Via 2018 om de titel Culturele Hoofdstad van Europa binnen te halen. Want hij ervaart bij veel kunstenaars niet alleen teleurstelling, maar ook opluchting. Ja, je zou kunnen zeggen, nou, er is nu tijd om weer eens even met beide benen op de grond te staan na jaren van euforie. Rondom wat we allemaal wel niet willen. En ja, dat blijkt nu toch een beetje in te grote kleren te zijn geweest. En misschien moeten we gewoon eens heel zelfkritisch naar onszelf kijken. En ook naar de manier waarop de infrastructuur voor kunst en cultuur in deze stad, in deze regio geregeld is. En door wie? En misschien is dat wel het moment, is dit wel het moment om tot een soort reset te komen. En zeg nou eens even wakker schudden, eens even diep ademhalen. En in de hele mooie niche te gaan zitten, wat mij betreft, ik spreek echt voor mezelf nu, van de kleinschaligheid. De toekomst ligt in de kleinschaligheid. En in kleine verbanden, in kleine communities en niet in de euforie van gigantisch grote evenementen als de Olympische Spelen of de wereldkampioenschappen. Stel je voor. Ik bedoel, we kunnen nu echt zeggen van die kleinschaligheid. Alles wat in deze stad gebeurt. Wij zijn geen grootstedelijke stad. We zijn geen Großstadt. We zijn een stad. En dat geldt ook voor Aken en voor Luik en voor Hasselt. Maar je komt het zo weinig tegen in de manier waarop Via 2018 werd gevormd. Is kleinschalig. Is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind. Nou, als kleine ondernemer is het er niet echt beter geworden op de laatste paar jaar. Vooral de coffeeshops, sinds die dicht zijn gegaan voor de buitenlanders, heeft dat. Ja, ik heb een restaurant, maar het heeft mij toch 30% gekost aan inkomsten. En vooral van 40ers, 50ers, 60ers uit Frankrijk en Duitsland. Dat zijn de gasten wat geld hier achterlieten, die zijn weggebleven. En als je over straat gaat, zijn alle overlastveroorzakers, die zijn er wel nog. Dus wat dat betreft is Maastricht er echt niet mooier op geworden. Maastricht is nooit echt een kunststad geweest, maar wel veel meer als dit. Nu wordt eigenlijk vrijwel alles wat met kunst te maken heeft, wat met muziek te maken heeft. Je moet de vergunning voor dit, vergunning voor dat. Nou, een straatmuzikant uit Polen, die krijgt zijn vergunning. En mensen van de kunstacademie of van de conservatorium. Als die met z'n drieën eens een keer zeggen, hey, zullen we eens op straat gaan spelen? Gaat niet. Moet je vergunning voor hebben. Hoor. Nee, dat mag niet. Weet je, Maastricht is een ja, sorry, het is een oude lullenstad geworden. Het is een stad voor bejaarden. Dus, en volgens mij mikken ze daar ook op, want als ik zie wat hier gebeurt, het is alleen maar ander milieu. Het is,
Het is alleen maar voor bejaarden. Ik snap ook helemaal niet wat die te zoeken had als culturele hoofdstad. De echte culturele dingen zoals landbouwbelang en de mandrill, dat wordt in mijn optiek wordt dat tegengewerkt. Dat wordt niet geholpen, dat wordt tegengewerkt. Als je naar Berlijn kijkt en naar alle grote steden, dan zijn dat soort bolwerken, dat is waar de kunst vandaan komt. En ja, dat komt niet uit het theater in het Vrijthof. Daar komt de kunst niet vandaan. Om je stad schoon te maken, om culturele hoofdstad te worden, dat is, ja, dat is eigenlijk hier zo. Het heeft niks met cultuur te maken. In Luik zie je veel cultuur. Moet je eens naar die stad kijken. Als je daar rondloopt, is alles vies. Maar het heeft zo'n uitstraling. En wat heeft Maastricht nog? Wat heeft Maastricht nog van uitstraling? Niks meer. Het is allemaal chic en schoen en voor de bejaarden. Maar voor de jeugd heeft het totaal geen uitstraling meer. Ik vind het belachelijk dat er zoveel geld in gepompt is. En waarvoor? Ja. Het gaat helemaal nergens over. Ik heb met een paar mensen gepraat wat daaraan meegewerkt hebben. En, nou, ze zijn niet eens bij het landbouwbelang langs geweest. Wel bij de muziekgieterij, maar niet bij het landbouwbelang. Dat is iets, ja. Als de jury het al vanuit de verte heeft gezien, nemen ze het al kwalijk. Ik weet het zeker. In mijn jury die komen naar cultuur kijken. En wat hebben ze laten zien? Een Vrijthof vol dansende en springende mensen. Ja, dat is geen cultuur. Ik snap best dat Leeuwarden is geworden. Daar zijn de cafés tot 5 uur open. Is de hele week live muziek in allerlei cafés. Zonder rare vergunningen en bla bla wat Maastricht allemaal vraagt. Dit Maastricht is gewoon echt een bejaardenstad geworden. Maastricht heeft heel veel studenten, heel veel buitenlandse studenten. Nogmaals, de mandrill, dat zijn alleen maar buitenlandse studenten die met wereldverbeterende dingen bezig zijn en ook die richtingen studeren en die willen iets neerzetten, maar die worden niet geholpen en ik snap dat niet. Dat is de toekomst. En Maastricht, ja, ik zie Maastricht, ik zie niet meer zoveel leuks hier. Er zijn nog wel leuke cafeetjes. Maar voor de rest, ja, een muziekgieterij heeft nog even wat, maar het is, ja, het is een bejaardenstad in mijn ogen. Je moet het volgens mij niet omdraaien. Die samenwerking, die crossovers, dat interdisciplinaire en hoe het allemaal genoemd mag worden. Dat zijn hele interessante ontwikkelingen binnen de artistieke praktijken van kunstenaars en van vormgevers. Maar alleen als de vraag om interdisciplinair te willen zijn, of de vraag of het interessant zou kunnen zijn om crossovers aan te gaan, ja of nee, uit de praktijk van die kunstenaar zelf voortkomt. Op het moment dat je het gaat opdringen, wat dus heel vaak in die gedachten van de creative industry voorkomt naar mijn idee. Daar kun je een heftige discussie over voeren, maar het idee van de jaren 50, 60 creative industry is echt heel anders dan eigenlijk de politieke agenda die de creative industry nu bepaalt. Dan krijgen kunstenaars en vormgevers iets opgedrongen en dan is het take it or leave it. Dan is het exclusion, inclusion. En op het moment dat je niet meedoet, ja jammer dan. Als je dan mislukt als kunstenaar, dan heb je het gewoon aan jezelf te danken. Dat is me iets te kort door de bocht. En ik wil niet zeggen dat de puur zande inzet is geweest van dat hele VIA 2018 plan. Want daar zaten ook gewoon hele positieve drives in. Hè? De discussies die we gevoerd worden over wat voor kant je met deze euro-regio op moet überhaupt. Je vindt het wel meer, maar vooral de aanname die er momenteel heerst, dat een kunstenaar en een vormgever gewoon niet zelf moet bepalen wat hij doet. Geen
niet de merites van zijn werk zelf moet bepalen, maar goed moet nadenken wat er in de samenleving van hem verwacht wordt. En het lijkt me juist dat deze samenleving steeds meer behoefte krijgt aan mensen die dat wel doen. Die gaan joyriden. Hasn't been any understanding of the right of individuals to know what their governments are doing. But then around the 1970s, people started to talk about the fact that government documents should be available to the public. Fine. So Freedom of Information Acts were instated in countries like the United States, where anybody could request any document from the government. And of course, the government retained the right to say no. After a while, this was not considered to be sufficient anymore, so people said, well, you know, one of the big problems is we have no idea what documents the government actually has. So that started the second generation, which has come into play in countries like Norway and Estonia, where people can now get access to lists of which files exist and which documents. And then comes the third generation, which is kind of more modern and more new, which is simply, hey, wait, if we're going to be presenting people with a list of these files anyway, why not just make the file names click, use the internet to its greatest advantage and just cut out the middleman of some government official who just has the ability to say no. This is largely incoherent. This is the blinking cursor of our silence. Here's democracy, and then there's what protects democracy. An irredeemable machine of mental murder. A national security state in a state. A law of silence. We staan hier in ons nieuwe huisvesting, de timmerfabriek. De entree, waarbij we eigenlijk alles hebben willen gebruiken van ons vorige onderkomen in de Wiebingehal. Garderobe, onze kantoren, de prachtige bibliotheek, onze medium-sized tentoonstellingsruimte. Aan het einde van de gang hebben we een kleinere ruimte die we, ik zal even het licht aandoen, voor lezingen en debatten gebruiken. En het kroonjuweel is de grote zaal hierachter. Hier werden vroeger de nieuwe series van de Sphinx gepresenteerd. En de opgave van de architectuur nu is van molecuul tot sterrenstelsel en alles wat daartussen zit. Kortom, als je laat zien dat je begaan bent met je omgeving en daar ideeën over hebt hoe je dat kunt adresseren in de vorm van een tentoonstelling. Ik denk dat, om toch maar even het Sphinxpark aan te halen, dat we in een fase zijn aangekomen waarin emancipering, zelfwerkzaamheid, participatie een soort
springplank kan zijn voor de vragen die je zelf ook zou kunnen stellen. Met andere woorden, welke bijdrage kun je leveren aan je leefkwaliteit? Dat schaalt natuurlijk ook op om de gemeenschap te maken met elkaar. Er zit een hele cynische achterkant aan. We zijn allemaal de retoriek ook wel gewend van de verzorgingsstaat die nu ten einde is. En ineens moeten we naar die doe-democratie doorontwikkelen. Er zitten allerlei complexiteiten in, maar om het heel concreet te maken, gebeuren er een aantal zaken in deze regio die wel degelijk heel erg hoopvol zijn. Daar zit een grote opgave. Je zou bijna kunnen zeggen van die zelfwerkzaamheid was er bij de generatie, in ieder geval van mijn ouders. Dan heb ik het over net voor en na de Tweede Wereldoorlog waren we natuurlijk ongelooflijk innovatief en zelfwerkzaam. En daar zijn we misschien zaken van terug, moeten we weer terugclaimen. Of niet voor niets is er weer een herwaardering voor de ambacht. Niet voor niets zie je dat mensen weer teruggaan naar het verbouwen van hun eigen voedsel. Maar professioneler gezien, zo'n projectie die de politiek nu legt op de creatieve industrie, daarvan moeten we ons ook de vraag stellen van is er voldoende aan ketengedachten in deze regio? Met andere woorden, iemand die gaat naar een academie, hoe kan die doorstromen? Hoe kan die zich ontwikkelen? Waar vindt hij een gesprekspartner? Dat vraagt ook iets van het loslaten van de ambtenaar of inderdaad het toelaten. En je ziet nu dat die vraagstukken aan het schuiven zijn. Dus ieder zijn rol staat niet meer zo in marmer gebeiteld. Dus ook die ambtenaar, dat is niet meer een gatekeeper of de persoon die het allemaal weet. Nee, die moet zich misschien wel doorontwikkelen tot iemand die onderzoekt wat er allemaal wel mogelijk is. En we merken dat deze fase is voor iedereen wat onrustig. Dus wij proberen als culturele instellingen daar incentives, goede voorbeelden, met jong talent, prikkels aan te brengen, zodat de boel op zijn minst weer een beetje in gang komt. Vergeet niet om de uitgebreide versies van de gesprekken met Saskia van Stijn en Erik de Jong te bekijken op rtvmaastricht.nl en op de Facebookpagina van Kim. Tot over 4 weken.